Hallo en welkom bij Pulse Model Train Stuff. Ja, hier waren we vorige week ook. De baan is geverfd. Ik heb hier nu even wat rails op liggen. Die ligt te drogen. Ik had hier wat lagere stukjes XPS-paneel gebruikt, omdat ik dacht dat de aansluiting aan de andere kant wat lager zou zijn. Dat was wel zo, maar niet zo laag. Dus ik ben hier met wat kleine tussenstukjes heb ik hem nu goed liggen. Ik ga ook nog even kijken of de rail zelf goed ver genoeg uitsteekt. Maar verder voor vandaag. Deze aansluiten. Nou, dat zal een kleinigheidje zijn met wat kabeltjes. Maar het belangrijkste wordt de rails fixeren en voorzien van ballast. En misschien dat ik al twee seinpalen neer kan gaan zetten. Ik wil natuurlijk rondom deze seinen ook ballast hebben liggen, zodat je die lelijke voetjes niet zo ziet. Nu zijn die voetjes op zich heel mooi, maar ik vind ze niet zo mooi op de baan. Het is belangrijk om te beseffen, dingen gaan mis. Zullen misgaan, zullen altijd misgaan. Maar zolang als het nog nat is, is er genoeg tijd om te corrigeren. En zelfs als het droog is, is er nog ruimte genoeg om het ofwel ergens in te passen. En de houtlijn die ik gebruik is. Het bindt de materialen niet door ze te laten smelten als het ware, zoals bij sommige plastic lijmen. Het is echt een mechanische verbinding die erin zit. Dus het vormt als ik het goed heb, een laagje PVC om die stenen heen. Maar met een beetje bruut geweld en in echt een beetje bruut geweld krijg je kun je de rails er zo helemaal weer afhalen. En als je het rustig doet met een mesje, beschadig je de rails niet en trek je hooguit de verf een beetje mee vanuit de XPS-panelen. Of misschien als je pech hebt, de XPS-panelen die hieronder zitten uit elkaar. Maar ook dat is allemaal relatief makkelijk weer te repareren. Je legt ze gewoon weer op elkaar met wat lijm. Dus gaat het een beetje mis, ja, dan is daar wel met wat creativiteit normaal aan te passen. Gaat het heel erg mis, dan wordt het met wat kracht, voorzichtig en met geweld de boel lospeuteren.
en opnieuw beginnen. Ik heb ook bij mijn andere stuk waar er te veel grind tegen de spoorstaven aan ligt, met een mes alle spoorjet weg te krijgen. Dat is nog niet helemaal gelukt, maar dat is iets, ja, dat kost wat tijd, maar het is wel te doen. Zijn er betere bestedingen van mijn dag? Oh, absoluut. Maar het is niet het einde van de wereld. En dat is wel de belangrijkste les die ik heb geleerd. Omdat ik vroeger dit niet had kunnen doen. Omdat het meteen helemaal goed moest zijn in mijn hoofd. En nu denk ik, ja, we kijken wel waar het uitkomt. Dus iets kan niet mooi zijn. Maar dat wil niet zeggen dat ik niet er gewoon mee verder gaan met wat ik aan het doen ben. Daarbij denk ik dat in mij niet de geniale modelbouwer zit. Zoals je die af en toe tegenkomt. En weet je, dat vind ik prima. Ik ga dit nu rustig laten drogen. Daarna ga ik alle losse steentjes ervan afhalen. Die gaan gewoon weer terug in de pot. Dat ze niet al te veel aan elkaar plakken. Daarna de draden wegwerken. Dit laat ik even drogen. Als het droog is, haal ik alle losse stenen er weg. Dan ga ik de draden wegwerken. Maar eerst heb ik nog hier. Wilde ik nog wat gras. En ik heb van mijn hele oude treinbaan een zakje met rommeltjes. Of eigenlijk meerdere. Ja, dit is niet echt bruikbaar. Iets wat ik nu niet zo snel zou kopen. Maar als je het nog hebt liggen, zoals in mijn geval, waarom ook niet? Zo, er eens even voor gaan zitten. In essentie is het precies hetzelfde. Zorg ervoor dat er wat lijm ligt om het op te strooien. En fixeer het eventueel met die verdunde houtlijm. Nou, ik heb de houtlijm even iets meer verdund om hier een beetje beginnetje te maken met wat lijm. Dat doe ik even met een kwast. Ik heb hem wat meer verdund omdat ik in eerste instantie gewoon wat op de bodem wil hebben. Dat het een beetje blijft liggen. En ik kan deze verdunde waarschijnlijk ook goed gebruiken om het allemaal lekker te fixeren. Maar zo. Het is dus water, water, water en water. Nou, wat ik er nu op smeer is een mix van verschillende soorten gras die los op mijn oude baan lagen. Er zit wat kurk tussen. Er zit rommeltjes tussen, om het zo te zeggen. Er zitten af en toe stukjes plastic van kabels tussen. Dit is echt wat ik als kind, toen ik mijn baan op moest ruimen, nog er vanaf heb geveegd en in een zakje heb gedaan. Dit doe ik dus ook aan de achterkant, dat daar iets ligt wat niet per se mooi hoeft te zijn. Dat er maar iets ligt. Ik zie zelf dat er nog stukjes steenkool in zitten die ik ook had vroeger. Of eigenlijk, die heb ik nog steeds. Een zakje klein steenkoolgruis. Als het enigszins een beetje goed ligt, dan is het hetzelfde eigenlijk als de ballast hier. Alleen dit spul heeft veel vaker moeite met het opnemen van water. Dus
Dat maak ik van tevoren een beetje nat. Zoals gezegd, dat kun je dus ook doen met isopropyl alcohol. Dat breekt de oppervlaktespanning direct. Dan kun je gewoon houtlijm op doen. Ik gebruik gewoon het water nu. Omdat ik heb gemerkt dat het voor mij goed genoeg werkt. Ik gebruik mijn isopropyl alcohol liever voor het schoonmaken van hele smerige treinen. Dit is jammer. Dus een luchtbelletje of een kneep te hard. Op zich zou ik natuurlijk ook dat lijmwater in mijn plantenspuit kunnen doen. Maar ik denk dat dan de hele boel in no time verlijnd is aan de binnenkant. Dat is leuk voor één keer. Zo, dit is nu ontzettend nat. Zit vol lijm. En gaat nu lekker rustig laten drogen. En ik kom dadelijk terug als het droog is om het de kabels nog te doen. Goed, ik heb alle losliggende steentjes er zoveel mogelijk afgehaald. Er ligt nog wel wat. Wat het nu opvalt is deze witte plek hier. En ja, dit grijze hier in het midden moet nog wat mee. En ik heb nog nooit zulke schone bielzen gezien. Die schone bielzen, dat ga ik oplossen met dat bruine verf. En die gebruik ik ook om die kabel weg te werken. En waarschijnlijk loopt dat een beetje over hier in. En ik denk dat ik hier nog wel wat stenen of iets neer ga leggen. En hier zal ik dus ook even met wat steengruis proberen de boel weg te werken. Verder is dit nog steeds niet droog. Ik had hier ook al heel veel water in zitten. Dus dat gaat nog even duren voordat dat... voordat ik daar echt iets, voordat ik het aan kan raken eigenlijk. Bruin. Ik heb hier gebrande sienna. Dat is een beetje roestkleurig. En ik heb gebrande of ombergebrand, dat is nog wat bruiner. Zo. En ik heb nodig een beetje water en ik heb nodig een kwast. Ik maak hem lekker waterdicht, want ik wil het er heel dun op smeren. Niels hoort niet zo schoon te zijn. Nou, ik dacht dat ik de meeste steentjes al ertussenuit had gehaald. Er vliegen nog wel wat weg. Ik schilder ook de rails mee. Dat maak ik later even schoon met een railgun. Om daaromheen te gaan werken is een heleboel gedoe. Voor de kabels heb ik wat dikkere verf en ook een iets andere kleur. Kleinere kwast. Het is niet erg dat je weet dat er wat ligt. Maar zo valt het minder op. Dit kan ik hopelijk ook gebruiken voor dit witte stuk hier.
Als je het nu te bruin vindt, dan is er altijd nog de doekmethode om er wat af te halen. Of je kunt er wat water in laten lopen, dan trekt de bruinigheid wat verder naar beneden. Raakt het wat beter verdeeld. Dan krijg je een wat, vind ik, wat natuurlijker effect. En zo ziet het er dan uiteindelijk uit. Met aan het einde de twee lichtseinen die nu gewoon even allebei rood en oranje geven. Ja, je ziet duidelijk nog waar de kabels hebben gelegen, of waar de kabels nog liggen. En de overgangen hier zijn ook nog niet perfect, maar goed genoeg om een trein overheen te laten rijden. Bedankt voor het kijken en tot een volgende keer. Like en subscribe en reageer en deel en tot later.